Vandaag in het programma Trendstaal gaan we kijken bij Berghorst Optiek wat de laatste trend is van brillen en zonnebrillen. Bij Arnold Berghorst aan tafel en in je mooie optiek, opticien. Wat, jij bent opticien, ja. En dit is de optiek. Optiekzaak heet het inderdaad, ja. Optiekzaak. Ja. Hoe lang zit je hier? We zitten in dit pand al sinds 2002. Ja. En daarvoor zat ik aan de overkant, de helft van de orchidee, zeg maar. En daar ben ik in 1995 voor mezelf begonnen. Zo, een hele tijd geleden. Ja, ja. Ja, en dan door de jaren heen, we komen hier voor het programma Trendstaal, zijn er ook heel wat veranderd in de mode van de brillen, ja, en de trend nogal, van de brillen. Dat is, ja. Hoe gaat het in zijn werk? Ik bedoel, met kleding, dan weet je het wel zo'n beetje, maar met brillen, waar baseren jullie de laatste trend op? Ja, toch ook wel op wat men aangeeft, denk ik, van de modewereld. Dus dat, er zijn natuurlijk altijd wel een aantal mensen die bepalen op een gegeven moment wat de mode wordt, zeg maar. En de bevolking gaat er vanzelf weer mee. Je hoeft dat niet op te leggen of zo, zeg maar. Op een gegeven moment zijn er vanzelf wel mensen die dat willen hebben. Ja, en een bril was altijd noodzakelijk, maar het is nu ook meer een accessoire geworden, hè? Ja, het is lang niet meer zo erg zoals het, laten we zeggen, vroeger was. Dus nee. Toen was het helemaal niet leuk om een bril te hebben. Maar nee, er zijn een heleboel mensen die daar nu absoluut geen problemen mee hebben. Ook kleine kinderen die rondspringend binnenkomen van, kan me voorstellen, ik was 4 toen ik een bril kreeg en dat zei ik net tegen de cameraman, ik kwam de klas binnen en iedereen lag dubbel te lachen, want dan heb je zo'n klein bruin brilletje. Of en als ik hier dan kijk naar de vrolijke kleuren eigenlijk al. We hadden het net over kinderbrillen, mag ik even wat avonturen zien? Ja, natuurlijk. Ja, dat zijn heel wat andere brilletjes dan... Dan vroeger, hè? Ja, vroeger. Dat denk ik ook wel, ja. 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 Ja, er is, wordt heel veel met kleurtjes gedaan. En nu iets van de laatste 1, 2 jaar zie je ook dat gewoon echt heel veel de kunststofbrilletjes erbij komen. En die worden voor de kinderen dan vaak wel in hele leuke kleurtjes uitgebracht. Ja. Dus dan vinden een heleboel kinderen het echt niet erg om een bril op te hebben. Die gaan vaak wel een beetje trots naar school toe, zeg maar. Ja, ook dat kinderen naar de sterren. Die idolen voor hun op televisie kijken, dat ze toch een bepaalde bril willen hebben, omdat een idool voor hun... Nou, die kleintjes nog niet, die hebben dat nog niet echt. Dus dat, maar wel de stijl natuurlijk van de donkere zwarte bril of de kunststofbril, dat vinden ze wel leuk. En de meisjes vinden vaak natuurlijk roze. Ja, die gaan vaak voor roze. Hier de brillen voor de volwassenen. Eigenlijk wil ik ook wel een bril. Ja, hoe gaan we dat aanpakken? Nou, je begint natuurlijk met de oogmeting. Even kijken hoeveel sterkte er is en of het wel nodig is. En dan moet ik naar het ziekenhuis, naar de oogarts? Of, Nee, we hebben hier een eigen oogmeetruimte. Oké, handig. Mag ik dat even zien? Ja, tuurlijk. Ja, moet ik voor, want ik heb geen idee. Dan gaan we hierheen. Juist. Hier doen we de oogmeting dus uiteraard. Dus dat, we beginnen altijd met een automatische meting die door een computer gedaan wordt.
Dus dan hebben we al een beeld van wat er ongeveer uit moet komen. Ja. En daarbij krijg je natuurlijk ook even een vraaggesprekje van wat de klachten zijn, hoe lang het al is en noem maar op. Dus dat we daar ook even een beeld van hebben van wat er aan de hand is. Of het wel een bril is of dat het misschien heel wat anders is. Daarnaast meten we de oogdruk gelijk even. Oh, daar staat een puffje. Dat is dat puffje inderdaad, ja. Waar je niet van wilt schrikken en toch ja, elke keer... Ja, en toch doet. Ja. Ja. Ja, merk je dat ook bij alle klanten dat die... Ja. Iedereen heeft wel even iets die reflex van... Ja. Doet niet zeer, maar leuk nee, is het ook niet. Nee. Ja. En als dat klaar is, dan begin met de echte oogmeting, zou ik maar zeggen. Ja, dus okay. Dan gewoon de letters kijken. Ja. Ja, de onderste... EDT, TZ, V. Mijn ogen zijn gemeten. Ja. En de bril, wat vind jij nou dat je denkt van nou, dat, waar kijk je naar? Ik kijk naar de vorm van het hoofd, de grootte uiteraard en de kleuren. En daar gaan we van allerlei brillen een beetje opzetten. En dan natuurlijk een beetje aftasten wat je zelf mooi vindt. Wat zelf je ideeën zijn. Ja, dus nou, verras me maar. Ja. Nou, als ik hier wat je nu heel veel ziet, zijn de kunststofbrillen. Ja. Laten we zeggen, 5 jaar geleden was het hele rek bijna metaal. En dat is nu eigenlijk allemaal kunststof geworden. Dus dat is wel heel leuk, omdat daar ook hele leuke kleuren mee gedaan kunnen worden. En, Het zit makkelijker, denk ik, of niet? Lichter, of maakt dat niet uit? Sorry? Dat zit lichter op je neus dan dat metaal? Dat zit anders. Ja. En er zijn geen neussteuntjes. Hè? Oh, dus heerlijk. Wat dat betreft vinden een heleboel mensen dat wel een voordeel. Omdat je dat dus niet van die drukpuntjes krijgt, ja. zeg maar. Ja. Oh, wat je ervan vindt. Kan je uitgaan. Hij is leuk. Ja, is mooi. Hij is leuk. Hij is mooi. Ja, hij is, de bril is heel mooi, maar qua staan is die leuk. Ja. Ik wil niet leuk, ik wil knallen. Als ik dan zeg, ik wil echt de laatste mode. Dat is voor de dames zijn dat zeker wel de kunststofbrillen. Ja. En de monturen die juist een beetje gaan vlinderen, zeg maar. Dus de modellen die wat ronder zijn en toch weet in de middenpuntjes, zeg maar. Weet je dat jaren 50-60 model? Ja, toen was het heel erg puntig, maar het gaat wel een beetje die kant op, zeg maar, ja. Wat vind jij ervan? Je hebt het kennen. Ik vind het model mooi. Oh, roze. Ja, hij lijkt roze. Dat is iets wat tegenwoordig best veel gedaan wordt. Ja. Een rustige buitenkant. Oh, ja, ja. En dan en een felle binnenkant. En dan krijg je... Ja, als je hem op hebt, toch een heel leuk effect. Wat nu nieuw ook wel leuk is, zijn deze brillen. Ja. Zijn ook kunststofbrillen, maar vrij dun. Dus je hebt niet van die grote, zware randen. En bij deze kun je de glazen overzetten in een andere kleur. Oh. Dus dan je kunt hier 3 monturen uitkiezen, in 3 verschillende kleuren dus. En dan kun je zelf de glazen overzetten. De zonnebrillen, wat is... is ook heel trendgevoelig, denk ik. Dat is zeker heel trendgevoelig. Dat gaat nog veel sneller dan de gewone monturen, zeg maar. Dus dat... dit jaar is de pilotenbril natuurlijk helemaal terug van weg geweest. En dan vooral ook met spiegelglazen erin. Spiegelglazen. Dat maakt hem helemaal weer... Er is niet 1 bril die de trend is, natuurlijk. Nee, hè? Dus nee. Er zijn veel meer dingen mogelijk. Dus de grote... Oversized brillen zijn zeker ook nog steeds wel erg in de mode. Dus, ik heb de nieuwste trends op het gebied van brillen gezien. Ja. Maar nou zie ik hier dus een foldertje over lenzen. Ja. Multifocale lenzen, daar heb ik nog nooit van gehoord. Multifocale lenzen, dat gaat over lenzen met een leesstukje. Oh. Het mooie is dat je dan geen leesbril nodig hebt. Ideaal. Dus dat is dus voor de, nou, laten we zeggen, 45-plusser. Ja, oké. Okay. Ik snap. Ja, maar in de brillen, in je brillenglas, als je vroeger zo'n streepje, dat is eigenlijk Ja, klopt. Is dat niet ontzettend na... Nee, dat werkt op zich goed. Het is altijd even aftasten van wie is er geschikt en wie is er niet geschikt. Ja. En er zijn ook best mensen die het niet prettig vinden, maar er is ook een hele grote groep mensen die er prima mee uit de voeten kan. Nou, ik heb volgens mij alle brillen gezien, niet alle gezien, maar wel de nieuwste trends wat op het moment is. Ik bedank je hartelijk daarvoor en ik wens je heel veel succes. En misschien tot ziens. Ja, nou, zeker graag tot ziens en graag gedaan.